Goedemorgen Feyenoers, het is nu 10:30. Ik heb net even school gehad van 9 tot 10:30. Ik moest even een toets gaan maken. Ik ga nu lekker naar huis en dan heb ik vanmiddag mijn eerste contractondertekening bij Feyenoord. Dat is erg leuk, het is ook iets speciaals. Lang voor gewerkt, dus dat is mooi. Dus daar neem ik jullie ook in mee. Hallo Feyenoers, ik ben Lars ter Blok, ik ben 16 jaar en ik speel bij Feyenoord onder 17. Ik speel bij Feyenoord sinds mijn 7e en ik neem je deze week een weekje mee in mijn leven. Dus dan zie ik jullie zo wel als we bij Feyenoord zijn. Het is vandaag vrijdag, ik ben er in de gym van Feyenoord. Het is een trainingsdag, ik ben wat vroeg, dus ik ga alvast wat oefeningen van mezelf doen om zo meteen de training goed te beginnen. Net een lekkere training gehad, ik ben nu met mijn teamgenoten Nesto, Liam. Dit weekend zijn we vrij, dus ik zie jullie weer na het weekend. Hallo mensen, het is vandaag tweede pinsjeerdag. We zijn vrij van Feyenoord, dus ik rij hier thuis voor mezelf trainen. Goedemorgen Feyenoers, ik ben gisteren vergeten te vloggen. Het is nu 10:30, ik loop hier naar school toe. En vandaag een dag in school tot 4:30. Dan zie ik jullie daarna weer. Het is nu 2:00, de schooldag zit erop. Dat is wel fijn, want 4:30 is wel erg laat. Dus ik ga nu lekker naar huis reizen. Dan zie ik jullie daarna weer. Hallo mensen, ik loop weer in Oudorp. Dat is het dorp waar ik woon. Het is een klein dorpje ergens onderin Zuid-Holland. Best ver van Rotterdam vandaan, ongeveer 2 uur reizen heen en terug met het openbaar vervoer. Dus dat is wel even balen. Maar ja, je moet er natuurlijk ook wat voor over hebben om voor zo'n mooie club te voetballen. Hallo mensen, ik ben weer thuis. Ik ga nu even relaxen en mijn serie verder kijken. En dan ga ik vanavond nog even aan school. Goedenavond Feyenoers, net lekker een pastakje gegeten. Ik zit er nu, ik ga even aan school. Het minst leuke gedeelte natuurlijk in het leven van een voetballer. Ik heb er zelf ook niet heel veel mee. Maar ja, het moet. Ik zit nu in 4 HAVO. Ik ga gewoon snel mogelijk proberen mijn HAVO af te ronden. Net even bijna een uurtje geleerd. Tussendoor even snel wat lekkers voor mezelf gemaakt. 2 boterhammen met ei, een kiwi en een glaasje water. Dat is topsport, is natuurlijk erg belangrijk om gewoon goed op je voeding te letten. Dus dat doe ik ook. Ik heb ook regelmatig contact met een diëtist. Die me dan tips geeft over wat ik wel en beter niet kan eten. En nadat ik dit heb opgegeten, ga ik nog even verder met leren. Ik moet nog iets afmaken helaas. Had morgen een toets. Het is ondertussen alweer 10:30 mensen. Ik ben nog even van school gezeten en gedoucht. Dus ik ga nu lekker slapen. Goedemorgen Feyenoers. Ik heb net even school gehad van 9:30 tot 10:30. We worden nu opgehaald door de bus. En naar Feyenoord gebracht. Dan gaan we lekker trainen. Lekkere training gehad. De training was best kort, maar wel zwaar. Dat hebben we meestal op de dinsdag en donderdag. Nu gaan we weer lekker naar huis. Hallo mensen, ik ben er weer een tijdje thuis. Ik ben even lekker geluncht en gedoucht. Ik ga nu even aan school. Ik heb een toets morgen voor Engels, dus die moet ik nog even goed leren. Hallo mensen, het is 7:30. Ik heb net even avond gegeten. De kapper is ook net langs geweest. Het is een klein beetje van mijn haar, of maar niet zoveel. En vanavond ga ik nog heel iets leren. Dan ga ik lekker ontspannen, Netflix serie kijken. Goedemorgen Feyenoers, het is nu 10:30. Ik heb net even school gehad van 9 tot 10:30. Ik moest even een toets gaan maken. Ik ga nu lekker naar huis en dan heb ik vanmiddag mijn eerste contractondertekening bij Feyenoord. Dat is erg leuk, het is ook iets speciaals. Lang voor gewerkt, dus dat is mooi. Dus daar neem ik jullie ook in mee. Hallo mensen, ik ben weer thuis. Ik ga nu even lekker ontspannen en dan voor 2 uur weer onderweg naar de Kuip. Ik ga nu met mijn zussen en met mijn ouders naar de Kuip om het contract te ondertekenen. Daarbij houdt ook deze vlog op. Ik vond het erg leuk om jullie een tijdje mee te nemen in mijn leven.
Deze video is klaar, maar treur niet. Klik hier en hier voor nog meer beelden.